Witwijn of rooiwijn? Rooiwijn. Winter of zomer? Zomer. Baie makkelijk. Soet of zout? Baie soet. Katte of honde? Honde. Het jy een troteldier? Nee, nog nie, maar ons wil honde. Thuis bly of uitgaan? Thuis bly, definitief. Netflix en chill. Koffie of thee? Koffie. Hoe drink jy koffie? Triple short latte, so 3 espresso's, klein bykie melk. Boeken of televisie? Was altijd boeken, maar dis nou bykie meer televisie. Chocolade of vanilla? Vanilla. Wat doen jy om te ontspan? Ek hou ervan om te gaan stap en een podcast te luister en ek sal reeks of so kyk, ja, ek ontspan nogal as ek met stories. Lang hare of kort hare? Kort hare. Wat is jou gunsteling kos? Ek hou baie van vrugte, ek sal wat limoen eet enig tyd van die dag en dan van mango en ek hou baie van Indian. Wat is die eerste ding wat jy doen in die oggend? Ek maak my koffie. Van my en my man. Maar nie altyd van my man, nie, maar ek het net van my. Een eilandvakantie, een sneeuwvakantie of een bosvakantie? Een eilandvakantie. Een sportskar of een 4x4? Een 4x4. Een burger of een pizza? Een burger. Wat irriteer jou vandag? As iemand hardop kou. Is jy een oggendmens of een aandmens? Definitief een aandmens. Kook of bak? Nee. Pre-pack Woolworths. Wat doen jy die graagste op 'n Sondag? Ons gaan kerk toe. Ons hou daarvan om kerk te gaan op Sondag. Ja. Chill in kerk. Wat eet jy glad nie? Glutenbrood. Met ander woorde, 'n burger. Maar ek kan nie brood en pasta eet nie. En ek kan nie baie van tomaties nie. Wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Na betragting. Dit is my woord van die week eindelijk. Dit is nie eindelijk my gunsteling woord nie, maar dit is omdat ek skryf op die oomblik en dit is my woord wat in een vergadering sê een van die karakters vir iemand anders het. Dus ek baie chaf met myself, want ek kan die woord gedenk het. So dit is my woord van die week, is nabetrachting. Ek denk dit is goed dat mense nabetrachting doen. Mense moet nie net aangaan met hulle moet stop. So sê la oomblik, is nabetrachting. Dit is baie saaklik.